eerste kwart hebben we mooi basketbal gespeeld, terwijl we toch het kwart afsloten met een achterstand. Moesten wat dingen opschonen, verdedigend. Dat hebben we het tweede kwart heel goed gedaan. En dan, de tweede helft is een brawl, zeg maar, een vechtpartij. En en ik heb dat wel eens eerder gezegd. En ik denk dat het mooie is van Elite A. Ik denk dat de resterende wedstrijden allemaal zo zijn. Ik hoop dat dat mooi basketbal is voor de kijkers thuis. Wij genieten ervan in ieder geval, zo te mogen spelen. Ja. En terugkomend op jouw vraag, ik denk dat het een belangrijke overwinning is. Als wij gelijk komen te staan met Groningen in de eindstand, dan hebben we in ieder geval de 2-1 thuisvoordeel. Niet 2-1 voordeel in de directe vergelijking. Ja, maar precies. We gaan natuurlijk ook Groningen winnen. Dat betekent dat Donar twee keer meer moet winnen dan jullie om boven jullie te eindigen. Nou, dat één. Maar mochten we gelijk komen te staan, dan hebben we die tiebreaker. Ja, precies. Ja. Dus de tiebreaker. Dus in die zin was het een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Ik denk sowieso dat voor de kijker, de neutrale kijker, het aanvallende spel van Leiden, 96 punten in een topwedstrijd waarbij je eigenlijk misschien dat soort uitslagen niet verwacht, daar wel van kan genieten. Ja, ik ben blij dat we 96 punten maken, want we hebben er dan uiteindelijk, moet ik even kijken, 5 meer dan de tegenstander. Mm-hmm. Dat was nodig ook vandaag. We hebben tactisch een paar dingen gedaan om te proberen bepaalde mensen van Groningen uit de wedstrijd te houden. Niks is zonder gevolg. Dat betekent dat sommige andere spelers op een eilandje kwamen te staan soms. Maar goed, iedereen binnen het team weet waar we bezig waren. Dat we niemand expres op een eilandje wilden zetten en er slecht uit wilden laten zien. Maar soms nemen we een lay-up over een driepunter. In die zin pakte dat de tweede kwart heel goed uit. Derde kwart grotendeels ook. Vierde kwart had het weinig meer met tactisch maken en meer met wilskracht. En compliment petje af aan de spelers. Goed doorgetrokken. Er was een dipje daar met wat tegenslag. Sommige calls waren ook misschien tegen ons, misschien ook niet. Ik wil niet over de scheidsrechters praten, die hebben goed gedaan vandaag. Maar we gaan goed met tegenslagen om, komen daar bovenop en halen deze wedstrijd eruit met een gewonnen wedstrijd. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat meerdere spelers hun bijdrage leveren. Want ik zat op een gegeven moment te kijken dat er 5 mensen met de dubbele cijfers in het veld stonden. En toen ging King eruit, kwam de Chance erin, die ging ook meteen naar dubbele cijfers. Dat betekent dat je heel veel wapens hebt. Ik denk dat wij diep zijn. We hebben een groot aantal spelers die gewoon op dit niveau effectief kunnen handelen, schakelen en spelen. Dat is een luxe, daar ben ik ook blij mee. Aan de andere kant is het zo dat afhankelijk van de wedstrijd, sommige van die spelers die ook heel goed kunnen spelen, misschien wat minder minuten maken. Dat is chemie in het team waar dat geaccepteerd wordt. En wetende dat de volgende wedstrijd andersom kan zijn. We hebben nu een. We gaan er ook nog verder op borduren natuurlijk en werken. En we gaan kijken, nu we deze week geen midweekse wedstrijd hebben, kijken of we wat dingetjes toe kunnen voegen. Ja. Nog even een minpuntje, ik moet toch even wat zeggen. De laatste 3 minuten vond ik toch dat de Leiden misschien wat handiger met de tijd had kunnen spelen. In plaats van te snel en te moeilijk pasen. Dat misschien dat nog een lesje is om mee te nemen. Martin, je kaart zo voorzichtig het minpuntje aan. Ik weet dat ik als ik hier naar boven kom dat een minpuntje besproken moet worden. In die zin heb je gewoon gelijk. Het was, ik weet niet exact, maar ik geloof met 2,5 minuten hadden we nog 11 punten voor. Het is dan zaak om wat langere aanvallen te spelen. Wij spelen natuurlijk relatief snel. Pasen snel. En op dat moment was het zaak om wat langere aanvallen te spelen. Omdat met 2 minuten, 1,5 minuut, hopelijk nog maar 2-3 keer hoeft te verdedigen. Maar we hadden iets zorgvuldiger om kunnen gaan met het balbezit. Zeker die laatste 40 seconden. Ja, precies. Maar goed, het tempo in de wedstrijd wat je zelf creëert is natuurlijk wel eigenlijk misschien wel beslissend voor deze wedstrijd. Ik denk dat dat een kracht van ons is. Hoe sneller, ik denk dat de jongens dat ook weten. Hoe sneller wij de bal laten gaan, hoe
hoe minder wij op de plaats dribbelen en statisch pick and roll spelen, maar op de catch een beslissing maken. En als er niets is, dan dribbel naar iemand toe voor een handoff, maar beweging in het spel blijft zitten. Dat vergt natuurlijk ook veel. Mentaliteit 1, 2, fysiek vergt dat veel. We werken veel met Jasper in Sport City, met aan kracht en explosiviteit. We zijn er nog niet, maar ik denk dat de jongens zien waar we naartoe willen. Ja, precies. Je wil zelf uiteindelijk hebben wel 40 minuten in de wedstrijd concentratie. En je zei tot nu toe, dat hebben we nog niet gehad. Maar dit kwam toch redelijk ver in de buurt. Ik denk de wedstrijd waar we het meeste concentratie hadden, was de eerste wedstrijd tegen Groningen. Ja. Nou, dit is waarschijnlijk de tweede. Op de een of andere manier, en dat is een kracht. Dat als de tegenstander goed is, dan hebben wij wat meer gemak om die concentratie wat langer vast te houden. Dat is een kracht, zoals ik zeg. Aan de andere kant kun je ook argumenteren dat als je 16 punten voor staat of 26 punten voor staat, zoals een paar dagen geleden, dat het ook een kracht kan zijn dat je dat vasthoudt. Maar ik ben blij met waar we nu staan. First of all, it was a physical basketball. I think it was 2 out of 3 most physical teams of the league, including Zwolle. It's not about that. It's about I think we were not allowed to play physical. Juwan James picked up a technical foul for flopping, the guy who never flopped. Mm-hmm. So I will not make any comments on that until I see the video. So he picked up early fouls early, and it was supposed to be a great matchup for the fans between Ezekwesi and Juwan James. Unfortunately, that didn't happen. Mm-hmm. I think the course of the game was kind of directed with his third foul early in the game. But we have to congratulate Leiden for great basketball. They had 27 assists. Shows that lack of physicality on our side in certain periods of the game, especially second quarter, mm-hmm. and great shooting percentage from their side. Finke had amazing shooting evening, and Ververs was for me MVP of this game. You know, he brought them back with some easy layups, an offensive rebound, and he kept his team going. Overall, Leiden great team performance. I think we have another game next week, and we have to be focused for that and learn what we can from this game. Thomas Kuhn is still coming back. Justin Watts first game. So, you know, we saw the mistakes we did, but I still think that physicality of the game would be different if Juwan James didn't pick up an early foul. Yeah, you said you were losing the game. Defense was very high at the yes. moment. Yes, it was yes, nearly yes. 20 points. No, no, yes, yes. And then you say, yeah, we have to take the lessons. But what lessons do you take home? One-on-one defense. I think one-on-one defense was soft today, and I think we didn't do a good job chasing them down off the three-point line. You know, I think we didn't close out well enough on their shooters, and that directed the game for them in the second quarter. I think my guys did a really good job fighting back, and we kind of bounced back into the game, into the third quarter and beginning of fourth quarter. We showed energy and we showed good defense, how we can play. But already Leiden created a certain advantage that gave them confidence for finish. Yeah, well, there's work to do for the next few games. Of course. And I wish you good luck. Thank you. Well, maybe see you here in the playoffs, because I'm not coming to Groningen. Okay, thank you. Good luck. Thanks.